Dames en heren, goedemiddag, welkom. Eigenlijk hadden we dit actualiteitencollege gisteren moeten houden. Gisteren was het op de kop af 25 jaar geleden dat Huib Drion het beroemd geworden stuk in NRC schreef. Huib Drion, oud-hoogleraar burgerlijk recht, oud-lid van de Hoge Raad, schreef een sterk betoog waarin hij zich hard maakte voor het ter beschikking stellen van middelen, dodelijke middelen, aan ouderen die zeer wel overwogen de wens te kennen geven dat ze willen sterven, ook al zijn ze niet levensbedreigend ziek. De pil van Drion is dat gaan heten en je hoort dat begrip tegenwoordig nog steeds voorbij komen. In al die 25 jaar is eigenlijk die discussie voortgegaan, is opgekomen en weer gaan liggen, maar het gesprek over deze wens is doorgegaan. En dat gesprek heeft deze week een nieuwe impuls gekregen. Nu de ministers Schipper en Van der Steur namens het kabinet een brief hebben gestuurd waarin zij het voornemen aankondigen om levensbeëindiging op verzoek van ouderen die hun leven voltooid achten mogelijk te gaan maken. Een controversieel voorstel, daar zal veel over gesproken worden, zal ook politiek een rol gaan spelen. Wij willen hier graag vandaag over spreken met een deskundige verbonden aan onze universiteit, theoloog Annemarieke van der Woude. Annemarieke van der Woude heeft zich eigenlijk al jaren bezig gehouden met allerlei kwesties rondom het levenseinde. Ze is de auteur van twee boeken rondom euthanasie. Het doodshemd heeft geen zakken, schreef ze. En vorig jaar schreef ze Als de dood trage vragen in het euthanasiedebat. Annemarieke zal straks een inleiding houden over vragen die samenhangen met het voorstel wat nu gedaan wordt. Daaraan voorafgaand zal ethicus Marcel Becker, verbonden aan de Radboud Universiteit, verbonden aan Radboud Reflects ook, een column houden. En voordat dat begint, heet ik u van harte welkom namens Radboud Reflects en namens Fox. Mijn naam is Elian Keulemans, ik ben hoofd van Radboud Reflects en zal straks de discussie na afloop van de inleiding van Annemarieke van der Woude leiden. En ik wens u een inspirerende en leerzame middag. Voor haar wervingsactiviteiten gericht op masterstudenten gebruikt deze universiteit een t-shirt. En de tekst van het t-shirt leek me buitengewoon actueel voor het college nu. Even vooraf. Ho. Tijdens een moeilijke patiëntenbespreking enige tijd terug verzuchtte een arts: ach, het leven is een chronische aandoening met onvermijdelijk de dood als gevolg. Dit ter relativering van het moeilijke dat het komend uur nog komen gaat. Arme Paul Snabel, je schreef met andere geleerde mensen een mooie genuanceerd rapport over het levenseinde. Maar enkele maanden later komt het kabinet met een voorstel om precies dat te gaan doen waarvan jij hebt aangegeven dat het niet nodig is. Je zult wel gelukkig zijn met de vele kritische reacties op het voorstel. En laat ik uit die vele reacties maar meteen een mooie, moeilijke zin voorlezen. Je weet, het kabinet beroept zich op de vrijheid van mensen. Welnu, iemand schreef afgelopen week over die vrijheid: zonder leven is er geen vrijheid. De beëindiging van het menselijk leven is tevens het einde van de vrijheid. Dat is een mooie gedachtegang. Een vrijheid die zichzelf opheft door het leven te beëindigen is een onzinnige vrijheid. Paul, je bent socioloog, maar je bent voldoende filosofisch onderlegd om het gedachtegoed achter deze zin te herkennen. De grote verlichtingsfilosoof Immanuel Kant in zijn veroordeling van zelfmoord. Maar die zin is van kardinaal Eik, die zich hiermee van zijn Kantiaanse kant laat kennen. Een veelzijdig man blijkbaar. Maar goed, Paul, als nou zelfs de grote verlichtingsfilosoof en onze kardinaal het met elkaar eens zijn en ook jou nog achter zich hebben, dan moet je wel van hele goede huizen komen, ofwel stront eigenwijs zijn,
om daartegen in te gaan. Dat zijn blijkbaar de VVD-ministers Schippers en Van der Steur. En ze doen dat, het moet gezegd, met retorisch verpletterende overtuigingskracht. Ik neem met u even de sleutelzin door uit de kabinetsbrief met het voorstel. Het voorstel behelst: er moet sprake zijn van een geheel intrinsieke wil. Dus niet zomaar een deeltje intrinsieke wil, maar een geheel intrinsieke wil. Intrinsieke wil. Ja, ik weet het, ik heb ook wel eens last van extrinsieke wil. En u vast ook wel eens. Maar dat is hier niet de bedoeling. Het moet echt gaan om uw intrinsieke wil. Ik citeer verder. Een weloverwogen, goh, hoe triviaal kun je het zeggen. En, ik citeer verder, duurzame wens. Duurzaam? Op de drempel van de dood duurzaam? De duurzame vrijheid die zichzelf om zeep helpt, zou de kardinaal zeggen. Blijft over de rest van het citaat, die in vrijheid tot stand is gekomen. Kijk, het gaat om vrijheid, zelfbeschikking, autonomie. En daar zijn we natuurlijk allemaal voor. Wie is er tegen autonomie? Hoewel, als het gaat om het leven, wordt het toch steeds, om hoe we leven, wordt dat toch steeds meer ingekneld. Al jarenlang worden we in de auto ingesnoerd door de autogordel. Steeds meer worden we eind december tegen onze vuurwerklol, wordt onze vuurwerklol eind december beperkt met antivuurwerkmaatregelen. En het rookverbod wordt strak gehandhaafd. Ja, binnenkort zijn mijn organen ook niet meer vanzelfsprekend van mezelf. Als ik er niet op bedacht ben, worden ze me ontnomen, wanneer ik de drempel van mijn levenseinde ben overgestapt. Kortom, ik mag niet bij een ongeluk een hersenschudding oplopen. Ik mag me niet longkanker roken. Ik mag ook niet op 31 december een oog of hand verliezen. Maar ik mag me wel van het leven laten benemen. In de bezwarenregen zijn er zo allemaal filosofische bespiegelingen neergedwarreld over het type samenleving waarin we terechtkomen. Maar ik weet niet of dat soort overwegingen over het type samenleving waarin we terechtkomen wel besteed zijn aan politici. Zeker VVD'ers spreken liever een andere taal, de taal van de markt. Maar ja, zorg en markt, dat is weer lastig. De uitladingen over de zorg als markt van minister Schippers de afgelopen jaren spreken elkaar nog wel eens tegen. In nota's en beleidsdocumenten spreekt de minister van ondernemerschap, kapitaalinjecties en ruimte voor particulier initiatief. Anderzijds wijst de identificatie van zorg en markt nadrukkelijk van de hand. In de zorg kun je niet denken in termen van prijzen en productie. Alsof het om wasmachines gaat, heeft ze gezegd. En zelfs de zorg kent geen marktwerking. Echt waar. Als je dat allemaal dan naast elkaar legt, dan moet je eerder denken aan het dagboek van een puber in identiteitscrisis dan aan een minister die beleid voert. Maar goed, laten we dan toch even het veelgehoorde bezwaar tegen dit voorstel, dat nu de dood mogelijk meer de samenleving in wordt gebracht, laten we dat toch even in markttermen uitdrukken. Aanbod schept vraag. De mens is niet zo autonoom als de VVD denkt. Dank. Ik ben vleugellam, zegt hij. Dik in de 80. Zijn huis een museum vol spullen die hem herinneren aan belangrijke momenten uit zijn leven. Ze is mooi, hè? Hij laat een zwart-wit foto zien van een jong volwassen vrouw. Donkere krullen, grote amandelvormige ogen. Dat is mijn zusje. Plotseling gestorven. Ze was nog maar 21. De man staat op, doet de kast open, pakt er 2 wijnglazen uit. Kijk, zegt hij, gekregen van een oud collega. Uit dankbaarheid. En zo wandelt hij zijn eigen leven door met dierbare voorwerpen als staties waarbij hij even halt houdt. Maar nu noemt hij zichzelf vleugellam. Er gaapt een diepe kloof tussen wat hij nog allemaal wil en het weinige dat hij nog kan.
En de kwestie is niet dat hij geen zinvolle activiteiten weet te bedenken. De kwestie is dat hij er niet langer de puf voor heeft. En ik ben zo kwetsbaar. Het is of ik geen verweer meer heb. Bij het minste of geringste komen de tranen. Dan pakt hij zijn zakdoek, hij zet zijn bril af en dept zijn ogen. Dit is een portret van iemand in de hoge ouderdom. De vierde leeftijd wordt dat wel genoemd. Voorbij de 85. Dus niet de fase die daaraan vooraf gaat. De derde leeftijd, kort na het pensioen. Met nog pakweg 20 gezonde jaren voor de boeg. Gevuld met reizen, vrijwilligerswerk, de kleinkinderen, wat niet al. Het gaat om de fase die daarna komt. Waarin de krachten langzaam maar zeker afnemen. De kring van familie en vrienden steeds kleiner wordt. De fase waarin de luxaflex van het bestaan zich sluit. Waarin de ervaring dat het klaar is, het leven voltooid, waarin die ervaring zich opdringt. Mensen dus over wie de brief van Edith Schippers gaat. Waarin zij samen met haar collega Van der Steur pleit voor een traject van hulp bij zelfdoding voor mensen die hun leven voltooid achten. Ik hoorde daarvan terwijl ik luisterde naar mijn favoriete radioprogramma, Met het oog op morgen. U snapt dat ik onmiddellijk rechtop in mijn bed zat. Maar ik was niet de enige die met de ogen knipperde. Want onze minister heeft vriend en vijand verrast met haar brief. Wat staat erin? Het voorstel betreft mensen in de hoge ouderdom die ernstig gebukt gaan onder het vooruitzicht nog verder te moeten leven, terwijl ze lichamelijk niets mankeren. Er is, met andere woorden, bij hen sprake van ondraaglijk, uitzichtloos lijden zonder medische grondslag. Er zou wel dus de brief een wettelijk kader gecreëerd moeten worden naast de al bestaande euthanasiewet om deze mensen te helpen bij het sterven. De stervenswens moet consistent zijn, duurzaam, wel overwogen en vrijwillig. En als dat het geval is, dan ziet het kabinet geen reden om niet tegemoet te komen aan het verlangen van deze mensen om hun leven te beëindigen. Autonomie, dat is het leidend principe. Een stervenshulpverlener, zijn nieuwe beroepsgroep, zal de persoon in kwestie in dit proces begeleiden. Op hem of haar rust de taak om uit te sluiten dat er andere zaken spelen. Onderliggende depressie, druk van de familie enzovoorts. En vervolgens vindt er dan een tweede beoordeling plaats door een onafhankelijke deskundige. Na zorgvuldige toetsing van het verzoek kan de stervenshulpverlener dan de benodigde middelen verstrekken. U hoort het, in grote lijnen verloopt de procedure in dit nieuwe voorstel op dezelfde wijze als in de huidige euthanasiewet. Tot zover het plan dat de beide ministers vorige week naar de Tweede Kamer stuurden. Niet alleen het tijdstip heeft velen verbaasd, maar ook de inhoud van het voorstel. Het staat namelijk haaks op het rapport Voltooid Leven, dat een commissie onder voorzitterschap van Paul Schnabel, Marcel sprak daarover, een commissie onder voorzitterschap van Schnabel heeft dit voorjaar een rapport aan de minister aangeboden. En de inhoud van de brief van Schippers van der Steur staat haaks op de uitkomsten van dit rapport. Een commissie van wijzen door ditzelfde kabinet ingesteld om onderzoek te doen naar dezelfde problematiek. De stervenswens van oude mensen die klaar zijn met leven, maar niet ziek. De aanleiding voor het instellen van die commissie, die ligt nog weer verder terug. We schrijven 2010. Een aantal bekende Nederlanders,
Ik noem enkele namen: Hedy Dancona, Jan Terlouw, Paul van Vliet, Frits Bolkestein, Mies Bouwman. Zij lanceren het burgerinitiatief uit vrije wil. Wat pleiten ze? Straffeloze stervenshulp voor mensen boven de 70 die hun leven voltooid achten. Binnen de kortste keren had de groep 116.000 steunbetuigingen verzameld, waarmee het onderwerp terecht kwam op de agenda van de Tweede Kamer. Omdat niet helder was om welke ouder het precies ging, om hoeveel, is besloten tot nader onderzoek. De opdracht aan de commissie Schnabel was daarvan het resultaat. Ik leg de twee naast elkaar. Schnabel versus Schippers. Schnabel. Bij de mensen die het betreft, mensen in de hoge ouderdom, is veelal ook sprake van een stapeling van ouderdomsklachten. Daarmee kunnen zij een beroep doen op de huidige wet. Schippers. De mensen om wie het gaat vallen buiten de bestaande wettelijke kaders. Schnabel, levensbeëindiging op verzoek moet voorbehouden blijven aan de arts. Om redenen van veiligheid, deskundigheid en toetsbaarheid. Schippers, er wordt een nieuwe professional opgeleid. De stervenshulpverlener die, meer dan een arts, is toegerust om vragen van existentiële, psychosociale aard te wegen. Schnabel hanteert in zijn visie een relationeel autonomiebegrip, terwijl Schippers een individualistische opvatting van autonomie als uitgangspunt neemt. De beschermwaardigheid van het leven, waaraan ook de minister hecht, maar de beschermwaardigheid van het leven kan ondergeschikt raken aan de wens van een individu om te sterven. Schnabel vraagt tot slot aandacht voor de eigen aard voor de ouderdom als levensfase. Schippers gaat niet in op het specifieke karakter van de laatste periode van een mensenleven. Het advies van de commissie Schnabel luidde dan ook: het is niet wenselijk om de huidige juridische mogelijkheden in zaken hulp bij zelfdoding te verruimen. Het was een advies. En een advies mag je naast je neerleggen. En dat heeft de minister dan ook gedaan. Er zijn veel vragen te stellen bij het voorstel van het kabinet. En die vragen worden ook gesteld, zowel door voor- als door tegenstanders. Komt er een leeftijdsgrens? Hoe verhoudt de zelfdodingswet zich tot de euthanasiewet? Wat bedoelen mensen eigenlijk als ze zeggen voltooid? Hoe toets je of iemand niet toch wordt gepusht in de richting van levensbeëindiging? En hoe verhoudt dit plan zich tot het voornemen van het kabinet om de zelfdodingscijfers omlaag te brengen? Ik voeg daar nog twee overwegingen aan toe. De eerste overweging: gecompliceerde rouw. Aan de behoefte van hoogbejaarde mensen om regie te voeren over hun levenseinde komen de beide bewindslieden met dit plan tegemoet. Maar hoe zit het met de achterblijvers? Het voorstel voor nieuwe wetgeving wordt gezien als een aanvulling op de bestaande euthanasiewet uit 2002. Maar dat verhult waar het hier eigenlijk om gaat, namelijk om zelfdoding. En ik benadruk dat omdat de emotionele gevolgen van iemands besluit om het leven uit vrije wil te beëindigen voor de nabestaanden net zo gecompliceerd kunnen zijn als de gevolgen van de beslissing van iemand die eigenhandig kiest voor de dood. Want de mensen die achterblijven verhouden zich niet tot het onvermijdelijke aanstaande sterven,
Maar ze hebben te maken met de persoonlijke keuze van iemand om wie ze gaven. Niet in alle gevallen, maar dat kan een lastige erfenis zijn, omdat het namelijk de relatie die je met elkaar had ter discussie stelt. Volledige zelfbeschikking is, althans naar mijn opvatting, een illusie. Ook als je dat niet wilt, belast je jouw geliefde met je keuze. Overweging 2, en dan moet ik even bijzeggen dat Marcel Becker en ik van tevoren geen overleg met elkaar hebben gehad. Overweging 2 van mij, het marktmechanisme. Aanbod creëert vraag. Dat is namelijk ook zo op het terrein van het levenseinde. De komst van de levenseindekliniek in 2012, waar mensen terecht kunnen die bij hun eigen arts geen gehoor hebben gevonden. De komst van de levenseindekliniek heeft mede gezorgd voor een toename van het aantal euthanasieverzoeken van mensen met complexe problematiek. Het gaat om de categorieën dementie, psychiatrische aandoening en een opeenstapeling van ouderdomskwalen. Wanneer hulp bij zelfdoding op hoge leeftijd wettelijk gaat worden geregeld, dan is het niet ondenkbaar dat die route een aanzuigende werking heeft. Het loutere gegeven dat de mogelijkheid bestaat om een verzoek in te dienen voor levensbeëindiging, terwijl je wel oud bent, maar niet ziek. Het loutere gegeven dat die mogelijkheid bestaat, dat verandert iets in de hoofden van mensen. Ze worden op een idee gebracht. Terwijl ik dus klaar wakker was en het tegen middernacht liep en ik naar onze minister op de radio luisterde, viel het mij op dat zij veelvuldig sprak over waardigheid, over barmhartigheid. Ze zei, mensen hebben recht op een waardig levenseinde en de samenleving toont zich barmhartig als zij deze mensen het sterven gunt. Waardigheid en barmhartigheid, dat zijn moreel geladen termen. Daar kun je onmogelijk tegen zijn. Maar wat is eigenlijk barmhartig in verband met de hoge, kwetsbare ouderdom? Ik vertelde u aan het begin van mijn verhaal over de oude man die naar zichzelf kijkt en iemand ziet die vleugellam geslagen is. Voor het probleem waaronder hij, vele van zijn leeftijdsgenoten, gebukt gaat, voor dat probleem bestaat geen oplossing. En dat zou ik nou stoer vinden. Als wij als samenleving de moed zouden kunnen opbrengen om tegen deze oude mannen en vrouwen te zeggen dat wij hun kwetsbaarheid niet kunnen wegnemen. Dat we erkennen dat we tegenover hen met lege handen staan. Maar dat wij hen desondanks niet aan hun lot overlaten. Dat zou mijn definitie van barmhartigheid zijn. Dank u wel voor uw aandacht. Houd ik deze vast aan? Ja. Hartelijk dank, Marieke van der Woude, voor jouw heldere inleiding. Voordat u allemaal de gelegenheid krijgt om vragen of opmerkingen te plaatsen, wil ik een paar vragen aan Annemarieke stellen. Het punt aanbod creëert vraag. Dat was eigenlijk het punt waar Marcel mee eindigde. Voor jou is dat ook een belangrijk punt. Ik zou een kort citaat willen voorlezen uit die brief van Drion van precies 25 jaar geleden, want die voorzag precies dit punt. Hij schreef in zijn stuk: het lijkt bijna zeker dat het aantal zelfmoorden sterk zou toenemen wanneer iedereen gemakkelijk de beschikking zou kunnen krijgen over middelen om op minder beangstigende wijze een eind aan het leven te maken op het moment dat hij dat wenst. En wat dan nog, zou men zich kunnen afvragen, als er zoveel mensen zijn die dat willen, waarom zouden ze het niet mogen?
Ja, daar heeft Huib Drion natuurlijk gelijk in. Wat dan nog? Dat is ook altijd mijn eerste gedachte. Natuurlijk in die hele discussie waarin autonomie en zelfbeschikking zo'n belangrijke rol speelt, is altijd de eerste reactie. Maar als een mens dat zelf wil, en als die niemand zich daartoe dwingt, wat is dan het bezwaar? En ik denk op het niveau van het individu, van de autonome keuze, is er ook geen bezwaar. Als een mens zijn leven beëindigen wil, ja, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar zo is het wel, moet hij zelf weten. Dus wat mij betreft, de bezwaren liggen op het niveau, ik heb daar geprobeerd iets over te zeggen in mijn verhaal. De bezwaren liggen op het niveau van de mensen die achterblijven. Wat betekent het voor hen als iemand van wie zij houden of iemand in wiens kring zij verkeren zelf besluit om zijn leven te beëindigen? Zelf een punt zet. Dat vind ik, de gevolgen daarvan kunnen heel ingewikkeld zijn. Dus op het niveau van de mensen die achterblijven zie ik een bezwaar. Zie ik ook een bezwaar tegen de pil van Drion. En ik zie een bezwaar op het niveau van de samenleving. Dus dat je als samenleving het zelfgekozen levenseinde faciliteert, om dat lelijke woord maar te gebruiken, vind ik ook ingewikkeld. Wat is het ingewikkelde daarvan? Nou ja, vond ik een hele scherpe reactie die ik in een van de kranten ben tegengekomen, dat iemand zei of zich afvroeg, hoe verhoudt eigenlijk dit voorstel zich tot het voornemen van het kabinet om de zelfdodingscijfers naar beneden te brengen? Dus je, moet je als kabinet en als samenleving een sterk verhaal hebben om te zeggen waarom deze mensen wel, behalve de kwestie van leeftijd, en andere mensen die jonger zijn, maar misschien niet minder ondraaglijk lijden, die niet. Er komt eigenlijk in dit voorstel zou je een soort goedgekeurde en een niet goedgekeurde variant van zelfdoding krijgen. Waarop Arnon Grunberg zei in de Volkskrant, wat doet de overheid, wat doet het kabinet op dit moment? Gaat op de lege plek van God zitten. Arnon Grunberg. Dus er is geen, we hebben geen moreel kader meer waarop, op grond waarvan we een besluit kunnen nemen. Ja, nou ja, dan is dus, Grunberg vroeg zich af, een TBS-veroordeelde die geen perspectief meer in zijn leven ziet, kan hij ook een beroep doen op de wet? Is misschien ingewikkeld. Dus dan gaat de overheid besluiten wie wel en wie niet. Een glijdend schaalargument. Ja, ja, inderdaad. Nou is dat altijd een lastig argument. Dat kan ook afleiden. Als je zegt, het leidt uiteindelijk tot allerlei hele Dat ben ik met je eens. Dat ben ik met je eens. En dat is uiteindelijk, houdt dat het ook niet, zo'n een argument van het hellend vlak. Maar dan houd ik wel vol dat ik het als samenleving, op het niveau van de samenleving ingewikkeld vind. Als je zou zeggen, nou, de autonome wens van iemand om het leven te beëindigen, die honoreren wij en daar bieden wij ook de mogelijkheden voor. Je had een van de twee overwegingen die je gaf ging over die gecompliceerde rouw. Je noemde het net ook al. Hè. Voor de achterblijvers kan het verschrikkelijk ingewikkeld zijn dat iemand wel bewust echt kiest om het leven nu te beëindigen en dat te laten faciliteren, zoals je dat zelf noemt. Als je deze overweging serieus neemt en je beseft hoe belangrijk het kan zijn, of hoe pijnlijk en moeilijk en ingewikkeld het kan zijn voor achterblijvers om geconfronteerd te worden met zo'n zelfgekozen dood. Als je dat besef serieus neemt, wat zou dat volgens jou betekenen voor het begeleiden van mensen die deze wens uiten om te sterven, om geholpen te worden te sterven? Ik ben in mijn werk ooit geconfronteerd geweest met zo'n situatie. Je dus werkte in een verpleeghuis, hè? Ja, ja. En ik kreeg te maken met een familie waarvan meneer op hoge leeftijd zich tot de levenseindekliniek heeft gewend. Hij was niet terminaal ziek, maar zoals dat dan heet in jargon, een opeenstapeling van ouderdomsklachten. Hij wilde sterven. Vond bij zijn huisarts geen gehoor, heeft zich tot de levenseindekliniek gewend. En de levenseindekliniek, de arts daar en het professionele team daar zei, wij zien dat u ondraaglijk lijdt aan het vooruitzicht nog verder te moeten leven en ook af te zullen takelen.
Hij is met de levenseinde kliniek tot de overeenstemming gekomen dat er een moment van zijn sterven bepaald zou worden. En hij heeft daar met zijn kinderen niet over willen spreken. En heeft hen uiteindelijk met dat besluit geconfronteerd. En zo is het ook gegaan. Dus deze vader is op deze manier door euthanasie gestorven. Voor de kinderen die achterbleven was dat buitengewoon ingewikkeld. Niet alleen omdat zij het onderling niet met elkaar eens waren over het besluit van vader. Sommigen steunden hun vader in dit besluit en anderen deden dat niet. En degenen die dat emotioneel niet konden, die wilden hun vader op het moment van sterven niet in de steek laten. Maar voelden zich wel daar heel, heel ongemakkelijk bij. En worstelen nog altijd met de vraag, wat heeft hij ons aan waarde tijdens de opvoeding bijgebracht als dit daar het eind van is? En de grootste worsteling was dat hij daar met hen niet over wilde praten. Jouw vraag gaat over hoe kun je iemand die deze wens heeft om bij een voltooid leven te sterven, wat kun je in de begeleiding betekenen en wat kun je misschien ook betekenen voor de mensen die achterblijven? Ik vind dat een buitengewoon ingewikkelde vraag. Ik denk dat je, ik zou persoonlijk zeggen, in zijn algemeenheid kun je daar niet iets over zeggen. Mijn ervaring is tegelijkertijd, dus ik vertel over deze familie, dat ja, in gesprek met zo iemand, ook met iemand die de wens te kennen heeft gegeven te willen sterven, het enige wat kan is het gesprek. Dat is zo, maar ingewikkeld is het wel. Ja, want in het gesprek gebeurt wat? In het gesprek heb ik toch te maken met deze ene mens die wens heeft. En ook als dat mijn eigen opvatting niet is, of als mijn eigen gedachten andere zijn, dan is het uiteindelijk wel de wens van deze ene mens die dat wil. En dan is het enige wat ik in gesprek met hem kan doen, zien of het contact met de achterblijvers intact kan blijven. Dankjewel. Thank you.